durven. Poging 2? Poging 2. Mixed about sections for. Maar hier komen we voor. Ik zie dubbel. Dat is nummer 3. Wat voor? Verdomme man. Sorry, man. Hallo allemaal, welkom bij AutoDiction en vandaag doen we het gewoon eens even voor de verandering in het Nederlands. We zijn op dit moment vliegveld Düsseldorf en we zijn vergezeld door de mensen van John van der Rijt, autobedrijf John van der Rijt die aan de bellen is. Helaas hebben we onze eerste vlucht gemist, dus we hebben anderhalf uurtje vertraging gehad. We gaan nu boarden en we gaan namelijk naar Berlijn, want dat had ik nog niet gezegd. We gaan naar Berlijn, we gaan niet één, maar twee Audi RS6 Performance voor John ophalen. John gaat die ophalen, wij gaan mee. En daarna rijden we door naar Münster voor nummer 3 Audi RS6 Performance op te halen. Dus dat wordt super vet. Hey John, poging 2. Poging 2. Ben je een firmen? Ja. Wel, dat is een strak opdouw. Ja, weet je dat niet? Nee. Dan blur ik je eerlijk gezegd. Het is gewoon een zwarte vlek. Jouw beeldkwaliteit is slecht, alleen maar van die zwarte vlekken erin. Van de meter bij de meter. We hebben daar eens een blur. Klein dingetje. Ja, John, aangekomen. Zijn we dan veilig geland? Iets langer geduurd dan verwacht, maar. 2 uur vertraging. 2 uur vertraging. Ach ja. Eigen schuld, hè? Ja, wie verwacht dat ook, hè? Om 6 uur 's ochtends, autobaan helemaal vol. Ja. Ja, hopelijk hebben ze genoeg ruimte. Free nou. Free. Gratis, hoppa. Oh, dit is jongen. Ik film helemaal niet, maar ja. Leg goed aan, maar niet. Geen probleem, vriend. Het is jouw werk vandaag, hè? Oké, ik voor betaald. Jazeker. Je zegt het niet betaald. Die gratis ticket. Wat voor? Verdomme man. Sorry, jongen. Ja, zo word je wel wakker, hè? Ja. Nou, kies maar. Porsche of Audi. Kunnen we nou nog switchen? RS4 zelfs. Dat is nou wel het verschil, hè? Ten opzichte van dealers in Nederland, hè? En zie je zo'n dikke auto's niet staan, hè? Dat is ja. Wel een heftig dik kleurtje, hè? Een van de laatste hebben we die nog echt uitlaat heeft. Geen fake. Ah, ik blijf het maf vinden. Ik vind het niet mooi eigenlijk. Nu nog niet. Misschien over een paar jaar dat ik zeg van, oh, dat is wel mooi. Is dat nou wel nog? Is dat nou ook op diesel? S4? Weet ik even niet. Volgens mij niet. Volgens mij S6, hè? Alleen. S4 is nog 2,9 V6 turbo. Wel diesel. Dat is dan wel jammer, hè? Leuk S3'tje.
Maar hier komen we voor. Althans, dit is een van de twee. Ik van. Ah, daar verder. Daar staat nummer 2. Ich habe schon gesagt, wenn ihr wollt, guckt noch mal. Wir haben vorne noch mal S8. Wir haben hinten noch ein S6 für den Spaß, haben wir frisch reinbekommen. Okay, guck mal. Wenn du noch was brauchst, mach das. Ja, Getränke sind bestellt, okay. Fahrzeuge sind fertig. Guck mal. Die Wallebahnrahmen da. Irgendwie. Oh, das ist geil. Laten we eerlijk zijn, hoe vaak gebruik je panorama dak nou? Ik heb hem ook, ik heb hem nog nooit gebruikt. Alles mooi kapot. Wie haalt nou het RS6 logo eraf? Waarom zou je dat doen? Dat is Duits. Ja. Typisch Duits. Ja. Die hoeven dat allemaal niet. Bij de meeste is het eraf. Kijk hier. Ja, kijk. Ja, ook ja. Daar is eraf, alles eraf. Ah, zonde. Jij gaat ze natuurlijk wel erop plakken, hè? Uiteraard. Ik wil zeggen. Zo'n blote kont of zo. Ja, dat lijkt zo'n... goed gevuld. Ik kan niet zien in de panorama. 75.000 gelopen. Nou, we gaan nog even op het dak kijken. Er staan als het goed is nog een paar modellen die nog niet officieel te koop staan. Dus eens kijken wat daar allemaal bij zit. S3 begint het al. Hè. Nou, de kogel is door de kerk. Deze RS6 Performance in Narrow Grijs en die nemen we sowieso nu meteen mee. Maar Zon heeft op het laatste moment ook nog besloten om deze zwarte RS6 Performance, tenminste, ik dacht dat het de Performance was, ook te kopen. Maar deze kunnen we helaas vandaag nog niet meenemen, dus daar zullen we later voor terug moeten komen. Maar dat is op zich geen straf. Even code startvideo. Valt het tegen als je tot even bent, hè? Ja. Het is lekker subtiel. Ja. Maar heeft hij nou verschillende standen uit? Ja, ja. Dus, ja, je moet hem op Dynamics hebben, vooral hier binnen. Dank je. Alsjeblieft. We gaan de rit beginnen naar Münster. Daar staat een Sepang blauwe RS6 voor ons klaar. Ja. Dus dat wordt dan RS6 nummer 4 vandaag. Ik heb er zin in, we gaan beginnen aan onze rit. Het zal, wat geeft hij aan? 474 kilometer. Dan zijn we bij de volgende oude dealer. 3. Yes. Thank you.
Hé, hey, we zijn toch bij Aral, of niet? Ja. Waarom hebben ze geen 102 hier? Nee, 98. Wat is dat voor onzin? Ik zie dubbel. Nou, allebei de RS6'en volgegooid met 98. We gaan nu beginnen aan de volgende 460 kilometer. Om de Sepenblauw op gaan te halen. Nou, het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar we zijn bijna bij RS6 nummer 3, eigenlijk nummer 4, maar nummer 3 van diegene die we vandaag gaan meenemen, de Sepang blauwe RS6. Het begint helaas al donker te worden, dus ja, de vraag is of we daar nog een paar mooie shots van kunnen maken. Hallo? Ja. Wat we daar kunnen doen? Ja, ik ook. Ja. Wat we daar kunnen doen is dat wij even een beetje de voorrijden, dat je best wel hard met die neus op ons komt gereden. Moet je wel zorgen dat je op tijd stopt, hè? Want anders krijgen we te veel views. Ja, nee, dat is rechts afslaan naar de straat van het reisdoel. Ik heb mijn gevaarsticht aan staan. Goed. Ja, doe maar die klep open. Ja, doe maar open. Ja, rijden. Kom ik aan, hè? Dat is nummer 3. Maar je hebt wel een panoramadak. Prachtig auto. Een panoramadak. Ja, hij heeft slotkraantje aan de rij. Afgevlakt stuurtje, leren gewoon. Reserveer me deze maar. Ja. Voor 2023 of zo. Kom ik op aan. Zo, ja, nummer 3 RS6 opgehaald. RS6 in Sepang blauw. Het ging allemaal een beetje erg snel, maar dat komt omdat we flink wat vertraging hebben opgelopen. Dus nu kunnen we eindelijk gewoon rustig op het gemak naar huis. Over 500 meter links bij het tankstation. We moeten nog 47 kilometer. Je ziet het niet, Wouter zit nu achter het stuur. Ja, het is een beetje jammer. Het is allemaal wat later geworden dan oorspronkelijk gepland. Dus het is donker. En het maken van een paar mooie shots, dat ja. Vooral van de Sepang blauwe Audi RS6, dat zit er op dit moment eigenlijk niet meer in. Misschien als we dadelijk in de showroom zijn bij John van der Rijt, dan kunnen we nog wel een paar mooie shotjes maken. Ah, nu misschien bij het tankstation. Dat is wel een goeie. We hebben verlichting. Nou, kijk, ik heb tenminste fatsoenlijk op video, hè? Ja. Het is zo donker. Oh, video inception. Nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 1830 pk.
18.15 volgens mij. 18, hoeveel, ja. Hoeveel is het dan? 6.5. Ah, 6.5. Ik dacht 16. Nou ja. Daar voel je niet op verschil. Nee. Zit ook in de kop. Ja. Ja, nou is het boter kaas en eieren, hè? Ja, knopje, ja. Is die zwarte er nog bij, was dat 4 op een rij geweest? Dat was leuker geweest, hè? Ja, oké. Maar ja. Dit is ook wel best leuk, hè, toch? We zijn gearriveerd. Kijk of er genoeg plaats is om met z'n drieën naar binnen te gaan. Zo. Nou, daar zijn we dan in de showroom van John van der Rijt om je een kleine impressie te geven van wat hij zoal heeft staan. Net al laten zien hier, Audi RS7. Dat is een keer wat anders dan een RS6. Ik ga even snel een rondje doen, want helaas hebben we niet heel veel tijd meer. We hebben al zoveel uitloop gehad vandaag. Dikke S6. Kijk, dit is ook wel een heel erg leuk gedeelte voor mensen die nog niet hier geweest zijn. In plaats van allemaal die hypermoderne supercars, RS6, RS7, dikke BMW's. Dit is John's min of meer privécollectie, die op dit moment eigenlijk niet te koop staan. Echt allemaal zeer nette exemplaren. Showroom staat Clio Williams. Golf 3 VR6, originele staat, roestvrij. Dat is maar even om een voorbeeld te noemen. Er staan wel eens wat prijzen op, maar
Daarboven staat nog een hele collectie, maar als je dat wil zien, moet je maar gewoon even langskomen. Zeker. Ja. Ik denk dat wij, Auto Addiction, deze vlog hierbij gaan afsluiten. En ik hoop dat je het leuk vond. En als je nog niet geabonneerd bent op het kanaal van John, doe dat zeker even, want elke week heeft hij een Rijdt cake op de week video. En ja, ik moet zeggen, het is wel echt super leuk om te zien wat er zoal gebeurt hier door de week. Dus, ja, dankjewel voor, graag gedaan. Ja, voor deze ervaring. Een unieke ervaring voor ons. Ja, ja. Ja. Ja, dat goed, dan misschien wel een keer vaker doen. Hè. Daar staan we zeker voor open. Er staat er nog eentje in Berlijn te wachten, dus misschien wel drie. Misschien wel drie? Ja, want hij ging een prijs maken die SQ7. Die RS3 en die RS6 hebben we al gekocht, dus als die andere twee doorgaan, dan hebben we er weer drie op te halen. Ja, dus dan bellen we volgende week alweer. Wij stellen ons beschikbaar, dus... goed, ja, ik kan er niet meer van maken, dat was hem. En cheers!